Wat te doen bij flauten. Ook wel bekend als flauwvallen. Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Je staat op en opeens voel je je duizelig. Krijg je zwarte vlekken voor je ogen en heb je het gevoel dat je weg gaat vallen. Meestal is dat niet zo erg. Maar ingrijpen voor iemand daadwerkelijk omvalt kan veel narigheid voorkomen. Maar als iemand wegvalt, hebben we het dan over flauwvallen of bewusteloos raken? Wat het verschil is en hoe je moet handelen, leg ik je uit in deze video. Als je hersenen te weinig zuurstof krijgen, kun je flauwvallen. En dat zit zo. In je bloed zit zuurstof. En je hart zorgt ervoor dat het rondgepompt wordt. En dus dat het zuurstof terechtkomt in je hersenen. Als je bloeddruk even wat minder is, komt er dus ook minder zuurstof in de hersenen. Waardoor je flauw kunt vallen. Dat kan een reactie zijn op bijvoorbeeld snel opstaan. Vermoeidheid, weinig eten of drinken. Het zien van iets schokkends, zoals een ongeluk. Maar denk ook aan een idool of bijvoorbeeld naalden of bloed. Bij flauten wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten. Flauten zonder wegraking is dat je een flauwte voelt aankomen, maar dat je niet daadwerkelijk wegvalt en niet buiten bewustzijn raakt. De tweede is flauten met wegraking, waarbij je wel bewustzijn verliest. Meestal kom je, nadat je op de grond terechtgekomen bent, vrij snel weer bij. Dat lijkt veel op bewusteloosheid, maar is niet hetzelfde. Bij flauten is de oorzaak een zuurstoftekort in de hersenen. En gaat het om een tijdelijk verlies van het bewustzijn, waarna je meestal snel weer bijkomt. Bij bewusteloosheid is de oorzaak vaak ernstig, zoals een hartstilstand. Zorg dat je de signalen herkent en kan ingrijpen voordat iemand daadwerkelijk neervalt. En dat doe je zo. Stap 1. Herken de signalen die horen bij een flauwte. Het slachtoffer is zwak en misselijk. Ziet er bleek uit. Zweet en heeft een koude huid. Ziet zwarte vlekken voor de ogen. Verliest zijn bewustzijn en valt. Niet elk slachtoffer valt meteen flauw. Als je bovenstaande signalen op tijd weet te herkennen, kun je direct helpen en mogelijk voorkomen dat iemand hard op de grond valt. Stap 2. Bel direct 112 als het gaat om een flauwte met wegraking en het slachtoffer dus buiten bewustzijn is. Op dat moment weet je namelijk niet of de oorzaak ernstig is. In het geval van een hartstilstand telt elke seconde, dus bel altijd direct 112. Komt het slachtoffer toch snel weer bij, dan kan de meldkamer altijd nog beslissen om de ambulance te annuleren. Stap 3. Gaat het om een flauwte zonder wegraking en is dus het slachtoffer niet buiten bewustzijn geweest, laat het slachtoffer dan op de grond liggen, voor minimaal 10 minuten. Hierdoor komen het hart en hoofd weer op dezelfde hoogte, waardoor er weer bloed en de zuurstof terechtkomt in de hersenen. Zorg voor frisse lucht en maak kleding eventueel los. En is de flauwte niet het gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk, til dan de benen een klein beetje op. Laat het slachtoffer na een tijdje geleidelijk aan weer rechtop zitten. Als hij zich dan weer flauw begint te voelen, laat hem dan weer liggen. Tip: merk je dat iemand flauw dreigt te vallen? Een veelgebruikte methode is om de bovenbenen en vuisten aan te spannen. En blijft diegene natuurlijk goed in de gaten houden. Dus, ben jij in de buurt van iemand waarvan je vermoedt dat hij flauw gaat vallen? Eerste hulp verlenen doe je in deze 3 stappen. Kijk eerst of je de signalen kunt herkennen die passen bij flauwvallen. Bel direct 112 als het slachtoffer buiten bewustzijn is. En is het slachtoffer niet buiten bewustzijn? Laat hem dan liggen of zitten en geef hem rust om bij te komen. Voorbereid zijn op kleine en grote ongevallen? Met de gratis EHBO-app heb je altijd de juiste informatie op zak.